De Surinaamse valutamarktordening, rust en koersstabiliteit, ons allerbelang. Het is het thema van het eendaagse seminar dat de Centrale Bank van Suriname vandaag heeft gehouden. Centrale Bank-governor Glenn Gersie verrichtte de officiële opening. Het doel van dit seminar is informatie uit te wisselen met belanghebbenden van de valutamarkt en de maatschappij. In het belang van ons allen moeten wij de dollarisatiegraad van onze economie terugbrengen, zegt Centrale Bank-governor. Met deze gedragsverandering keren we volgens hem terug naar financiële stabiliteit. De hoge dollarisatiegraad van Suriname vormt verder een belemmering voor de monetaire autoriteiten en feitelijk voor elke burger of entiteit in ons land. Het resulteert erin dat wij collectief dagelijks op zoek zijn naar miljoenen US of US dollars of euro's voor het plegen van transacties in ons binnenlands economisch verkeer. Betalingen die goed beschouwd eenvoudig met onze eigen munt verricht zouden kunnen worden. In feite is er dagelijks collectief ook sprake van wetsovertreding. En wij zullen dan ook doelbewust en vastbesloten gezamenlijk in goede onderlinge bestandhouding in ons allerbelang de dollarisatiegraad van onze economie moeten terugdringen. Er is echt in ons allerbelang. Op deze voet blijven doorgaan is onverantwoord en onhoudbaar. Is het niet beter dat wij ingezetenen van Suriname de dollars of euro's die door onze economie gegenereerd worden gebruiken om onze importrekeningen te betalen en onze monetaire reserves aan te vullen? Volgens Gersie is het van groot belang dat er sprake is van een zuivere marktwerking. De bank wijzigde in juni 2016 haar monetair instrumentarium en stapte van een passief naar een actief monetair beleid. De moederbank wil daarmee de interbankaire markt ontwikkelen die uiteindelijk bepalend zal zijn voor de ontwikkeling van de rentevoet in ons land. In dit kader heeft de bank de volgende faciliteiten voorbereid, zegt Gersie. Een intra-dagelijkse liquiditeitsfaciliteit, een beleningsfaciliteit, schatkistpapierveilingen voor monetaire doeleinden, een overnight depositofaciliteit, depositoveilingen. Met de zojuist genoemde instrumenten kunnen commerciële banken bij de bank terecht indien zij liquiditeitsvraagstukken hebben. Belangrijk is echter dat de bank ze echter ook kan gebruiken om, afhankelijk van de stand van zaken ten aanzien van de liquiditeitenmassa, effectief tot liquiditeitsverkrapping of verruiming over te gaan. Dat is de essentie van de nieuwe benadering. De bank kan namelijk dagelijks beslissen hoe op omstandigheden binnen de financiële markten in te spelen en brengt dus langs die weg effectief liquiditeitsmanagement tot stand. Glenn Gersie, governor van de Centrale Bank van Suriname, vanmorgen tijdens de opening van het seminar de Surinaamse valutamarkt, ordening, rust en koersstabilisatie, ons allerbelang. Aan het seminar hebben ook meegewerkt de Nationale Anti-Money Laundering Commissie, de Vereniging van Economisten in Suriname, de Vereniging van Cambiohouders en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. Het seminar dient als voorloper op de activiteiten van de Centrale Bank in het kader van haar 60-jarig bestaan in 2017.